Monnikzieren zijn heel kieskeurige dieren. Dus zij zijn niet tevreden met eender welke partner. Zij doen er vrij lang over om een goede partner te vinden. Dus hier in deze datingvolière zitten wij verschillende jonge vogels bij elkaar en kunnen zij zelf hun partner kiezen. En dan zien we ook dat die paarbinding, die kan je dus eigenlijk beoordelen aan een aantal gedragingen. Eerst gaan ze dus dicht bij elkaar zitten, dan gaat de ene vogel de andere vogel groeten en dan gaan ze mekaars veertjes goed leggen en dan uiteindelijk gaan ze paren en dan weet je van oké, het is een succesvol koppel. Als je al die gedragingen ziet, dan weet je van oké, ik heb hier een goed koppel.